ik was heel erg jong toen ik op de toneelschool zat. Ik was 17 toen ik begon, dus 21 toen ik afstudeerde. En dat was allemaal heel goed hoor. Maar nou ja, nu ik ouder ben geworden, 24 toch al, heb ik wel veel meer het idee dat ik me wil gaan verdiepen. Hallo allemaal. Is dit voldoende goed? En ik wilde mezelf de ruimte geven om opnieuw te mogen zoeken binnen wel een soort veilige ruimte van die een school toch wel aan je kan bieden. Oké. Nou, veel plezier. De Master Muziektheater is eigenlijk de enige muziektheatermaster in Nederland. En die gaat ervan uit dat je theater maakt vanuit muziek. En muziek kan dan niet alleen maar een liedje zijn wat je ter illustratie toevoegt, maar je gebruikt muziek ook om een verhaal te vertellen. Iedereen verplicht een dienstplicht. Ik zet echt muziek in als wat men kent als muziek, dus een lied. We noemen het ook letterlijk. We gaan kijken en luisteren naar een lied. En dan ontpopt zich er een punkconcert. Dus ik gebruik het heel erg juist om een contrast te maken en daarmee inhoud te communiceren. Maar je kan ook natuurlijk, ik bedoel, muziektheater heeft zoveel vele vormen. Je kan ook kijken hoe je van praten en ritme komt of whatever. Dat is natuurlijk ontelbaar mogelijkheden. Ja, het is ontzettend bijzonder dat een eerstejaars masterstudent hier op het festival staat. Dat is ook nieuw. Dit jaar doen we dat voor het eerst. En dat is een onderdeel van de samenwerking tussen de muziektheatermaster Artes, Via Berlin, theatergezelschap en Over het IJ Festival. En die bestaat uit een masterclass van artistiek leider van Via Berlin, Dagmar Slagmolen. Waarin de studenten leren om muziek te maken, muziektheater te maken vanuit muziek. En vanuit die masterclass werken ze verder aan een solo, een korte voorstelling. Waarin ze, die eindigt hier op het festival. We hebben een half jaar lang gewerkt. Ze zijn begonnen met een halve week masterclass bij ons. Daarna een week. Daarna hebben ze ook nog een residentie gehad in Diepenheim. En nu krijgen ze de kans om op Over het IJ een kort onderdeel daarvan te presenteren. Dus ze spelen 15 minuten steeds. En tijdens het Over het IJ ontwikkelen ze ook hun eigen project nog verder. Met een aantal onderzoeksvragen die ze hebben. Zowel inhoudelijk als wat kan ik met een publiek? Hoe komt mijn muziek over? Of mijn boodschap over? Om dat verder te ontwikkelen en te kijken hoe ze daar meer onderzoek voor zichzelf als maker in kunnen doen. Wie vindt dat er meer geld naar rotondekunst moet? Verder nog iemand die iets vindt van iets? Ja, dat kan dus nu, hè? Dat mag nu hier. Echt waar, alles. Nou, wat ik heel graag zou willen, is dat ik voorstellingen blijf spelen en maken, maar dat dat niet het enige is. Ik wil meer. Nee, maar ik wil graag omvangrijkere projecten. Dus dat er ook een lezing bij zou kunnen zitten. Of letterlijk, wat ook in de voorstelling gebeurt, gesprek met publiek. Dus daar zit ook weer dat engagement, denk ik, in. De maatschappelijke betrokkenheid, stimuleren eigenlijk van je publiek. Het in gesprek gaan met, dat vind ik een hele belangrijke punt. En ik denk dat dat niet enkel in de vorm van theater of muziektheater per se hoeft. Dus ik ben heel erg benieuwd om samenwerkingen aan te gaan met verschillende, misschien een organisatie of een wat er op mijn pad komt, zeg maar. Maar daar ben ik wel actief naar op zoek in ieder geval. Ook wel een keer rolletje trop gejaagd. Doe niet zo schijnheilig, lieve schat, ik ben niet dom. Draag mijn hart